Zij komt vertellen. Natuurlijk niet voor Benny, sondern voor die dame die met schmuck behangen is, voor circa 1 miljoen, met gold. Nun wird sich zeigen, wie gut Benny wirklich ist. Tussen Ivan Sprong en Benny Urquides. Zijn zusje is zeer doorstrainerd. Lily Rodriguez. Ivan Sprong. Hoe zag hij hier tegen Lucia Rijker? Benny Urquides. Gelijk uitvallen. Ansatz. Zij raakt haar wereldtitel kwijt. De Urquides is razendsnel. Dat is bekend van hem. Een draaitool. En daar moet Sprong ontzettend vooruit kijken. En zien ze met welke kracht die beiden die low kicks ausführen. Ja, dat is een goede set. Die Sprong daar deed en deze ook. Daar komt Benny in straucheln. Immer wieder greift er aan. Ja, dit is een gevecht op het allerhoogste niveau. Met zeer goede boxtechnieken. En nu leeft ook de ene al mee. Een keiharde stik van Urquides. Benny in zijn lessige naad. Insiders hebben me verteld, hij kan bewegingen maken deze man. Zonder dat je ze ziet. Dat is voor u niet te hopen. Maar gelukkig is er bij televisie... Immer weer met de linken blitzschnell zum kop van Sprong. Zodat die razendsnelle bewegingen altijd terug te halen zijn. En u ziet het, hij zoekt steeds de aanval. Urquides. En schon wieder ein Low-Kick von Sprong. Op de benen. De ene hand leeft nu. Aber immer wieder die überragende Boxtechniken von Benny Urquides. Vanaf de eerste seconde raak in deze partij. En daar was schon wieder die linke drin. En dan de rechte. Raak. Raak op de benen. En nog een keer. Ja. Twee keer goed op de benen bij Urquides. En dat is wieder. Benny ganz kurz zu Boden. En de wereldkampioen moest even op de knieën. Hij steekt weer vast op Füßen. En Sprong zeer doeltreffend. Urquides, ik weet het niet. Hij ziet er ook een beetje... En immer weer die linker van Benny. Niet echt door en doortraind. Maar Sprong treft ook. Dus ik weet niet of hij zich wel zo verschrikkelijk serieus op dit gevecht heeft voorbereid. En Sprong ziet er topfit uit. En met welke kracht deze tritte uitgevoerd werd. Nog een halve minuut. Immer weer die geraan van Benny. Urquides iets voorzichtiger geworden met zijn aanval op Sprong. Want hij heeft natuurlijk toch een paar tikken opgelopen. Elke keer als Sprong met het benenwerk komt, dan veert hij de hal op. Het einde van de eerste ronde. Dat was de eerste ronde. En een daverende ovatie. Trotz alledem, Benny had zijn gegner gevonden. Had zich hier in de eerste ronde gezeigt. Tweede ronde om de wereldtitel. Van Sprong. Goed uitkijken nu voor Urquides. En immer weer die boxerspieken van Benny. Gaat de zaak uit wat poten aanpakken. En dan maakt zijn voorskip. En die van Sprong moet uitkijken. Sprong schrikt ook terug. Urquides heeft immer geen zin. Komt daar met de linken doors. Om er heel lang over te doen. Hij heeft toch al wat rode plekken opgelopen, dat wel. Het gaat allemaal razendsnel. Benny nu nog in voorwaartsgang. Sprong mis. Wachtet hij toch geschikt af, weicht aus. Kleed uit. En dan meer een ausrutscher. Mis bij Sprong. En immer wieder weicht Benny aus. Ach, ja. Da wieder ein Treffer mit der rechten. Dann auch Rat von Urquides. Wir sind uns
ontzettend aan elkaar gewaagd, deze twee in ieder geval. Lang houdt Sprang dit vol. Of houdt Urquidez het vol. Want ik blijf erbij. Hij heeft zich niet op Lubbe getraind. Wie aan de kampmachine. Benny hem infight. Misschien heeft hij gedacht, ik kan het op mijn routine hier wel redden. In Nederland, deze Urquidez. Maar dan krijgt hij toch eens een macht aan tegenstand. Van deze Ivan Sprang van Sportschool Vos. Sprang kan nu nog terugslagen. Daar raak. Toch, hij trift. Even afwachten nu. En er is een tik achterom. Een tritt. Van Urquidez. Dat heb je toch geen werking. En dat vinden de liefhebbers mooi. Daar genieten ze van. Bisher had hij goed aangesteckt. Holländer. Geschikt ausgewichen door Spenny. Mooie status van Thai-boxing te zien in deze partij. En deze haken zum Körper en dan Wurf. Ja, legt hij hem even hier. Om even tot rust te komen. Zur Abwechslung mal Sprang am Boden. Ja, wie oh wie. Mis. Mis. Und immer wieder weicht Benny geschickt aus. Die Schläge gehen ins Leere, das kostet natürlich Kraft. Ende von der zweiten Runde. Und opnieuw. Ja, das Ende der zweiten Runde. Beginn von der dritten Runde. Und wir haben al zwei hele mooie rondes opzitten. Tussen Ivan Sprang en Benny Urquidez. Da sehen wir wieder die Kampfmaschine. Immer im Vorwärtsgang. Er gaat echt als een beestenkeer. Maar Sprang, die doet het heel goed. Sprang findet einfach kein Mittel gegen den Weltmeister. En daar krijg ik toch even een tikje. Steekt echt als een leere. En nou moet hij uitkijken. En nou moet hij oppassen. En hier was raak. Aber trift al. En nog een raken. Aber Benny steekt alles weg. Dat was niet zo erg raak, dat zag er wel uit, maar... Het vierde eindtreffer van Sprang. En Pides is nog steeds in de race. En nog een Wurf. Dan is het ook veel boksen ineens. Er wordt weinig meer getrapt. Maar meer gebokst op dit moment. Kijk, het is echt meer. Er zijn fases in deze partij dat het benenwerk even totaal wordt overgeslagen. En dat ik naar een bokswedstrijd zit te kijken. Daar even. Benny moest hier toch evenfalls schlägen wegstecken. En dat kan hij ook, wie ze zien. Unbekümmerd geht hij den Weg naar voren. En 50 seconden hebben we gehad in de derde ronde. Vermoeidheid begint nu ook een beetje. Immer wieder die linker van Benny. Vertellen. Wat zum kop van Sprang. Maar die zijn op dit niveau vrij ongevaarlijk. Een misser van Urquidez. Een misser van Sprang. Hoge trap. Beide verlassen zich op ihre boxtechnieken. Nou, Sprang doet het uitstekend. Zit weniger met de füßen gearbeitet. Heeft absoluut volwaardig partij aan de wereldkampioen. Wiederom session ausgewischen. En wieder im Angriff Benny. En Sprang zum ersten Mal zum Boden. Wordt even op de grond geduwd. Wird jedoch nicht angezählt. In deze derde ronde. Und steckt immer mehr ins Leere. Volop in de aanval.
Frank verdedigt zich uitstekend. En we zijn klaar met deze derde ronde. Benny in zijn lessige aard. Lächelt.